Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is maandag, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus ik heb er weer zin in. Ik ben weer helemaal opgeladen. Ik ga nu eerst dozen ophalen, want ik was aardig door mijn voorraad dozen heen. Soms gaat het in één keer heel snel, als een pakket heel erg goed verkocht wordt. Dus dat ga ik nu doen. Dan ga ik die kant op. En daarna ga ik video's onder mijn pakket inpakken. De bloem heb ik al binnen, dus dat is fijn. En ja, ga die kant op. Kijk gezellig mee. Zo, de pakketten zijn ingepakt, twee video's opgenomen, die wat daar staat en een wat langwerpige stuk. Ik zal hem wel even hier in beeld laten zien. Ik ga gauw de pakketten wegbrengen, dan zijn die ook weer op tijd binnen en dan ga ik de video in elkaar zetten. Goedemorgen, het is de volgende dag en ik ben al aan het inpakken. Ik ben druk bezig met de voorjaarstoeven aan het inpakken. Wat ik straks ook nog even ga doen, want ik heb vanmorgen al heel veel computerwerk gedaan. Mailwerk, samenwerkingen en dat soort dingen. Maar wat ik straks ook nog even op de computer wil doen is dit soort voorjaarsbolletjes. Deze, maar ook losse voorjaarsbolletjes. Ik heb weer kwarto eitjes binnen, maar ook de katjes die gekleurd zijn. Om die even toe te voegen aan de webshop, zodat die ook losbesteld kunnen worden. Wat is natuurlijk wel leuk, omdat het gisteren product is wat je overal kan kopen. Dacht ik, dat is toch wel leuk. Heb jij nog iets wat je heel graag zou willen zien in onze webshop richting het voorjaar of misschien wat anders? Laat even hieronder weten. Dan kan ik dat eventueel ook toevoegen. En daarnaast heb ik van het weekend, heb ik nog heel even verteld, ook een hele grote bestelling geplaatst. Met allemaal mooie voorjaarsproducten. Eitjes, stenen eien, kipjes, kaasjes van kipjes, ondergronden, DIY ondergronden. Echt allemaal super leuk. Dus ik hoop ik hoop deze week nog binnenkomt. En anders zal het begin volgende week binnenkomen. Maar daar heb ik ook zin in. Dus allemaal leuke dingen. Ik ga gauw verder met inpakken. En dan kan ik de rest op de website zetten. Ik ben zojuist terug van de groothandel, dus ik ga de bloemen uitladen en dan gaan we verder met inpakken. Vanavond komt er ook het grote frame online, wat ik dus een video van heb opgenomen. Maar volgens mij heb ik dat hier in deze vlog laten zien. Dacht ik wel, anders laat ik het nog even zien. En ik kreeg ook veel vragen over hoe lang het parallelbloemstuk goed blijft. Nu heb ik die van mij hier staan en die is al meer dan 3 weken oud. Maar het is misschien wel leuk om aan jullie te laten zien. Dit is hem na 3 weken. Nou, je kan je voorstellen, er zijn er wel wat bloemetjes uit. Maar ja, met 3 weken. Maar ik vind hem er nog echt heel mooi uitzien. Dus hij is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Maar ik vind hem echt voor 3 weken oud. Ziet alles echt nog heel mooi uit. De eieren zijn echt nog heel mooi. Echt top. En deze was gestoken op biologisch steekschuim. De houders. Die heb ik hier ook staan. En dat bewijst ook wel weer dat het biologische steekschuim niet anders is dan het gewone steekschuim. Ik kreeg daar wel veel vragen over. Kijk, er zijn 3 verschillende producten. Je hebt het gewone steekschuim. Het gewone groene, wat we eigenlijk allemaal kennen. Dan heb je het biosteekschuim, dat is dus deze. Daar heb ik bijvoorbeeld ook het hart in. Nou ja, dit is echt het steekschuim. En dan heb je nog Terrabrik. En dat is echt wel een ander product. En die heb ik volgens mij hier nog. Kan ik wel even laten zien. Dit. En zoals je kan zien is het echt wel een ander product. Het lijkt meer op een soort turfachtig iets. En kan je ook als een steekproduct gebruiken.
Dus ja, dat wil ik wel even gezegd hebben. Want heel veel halen de TerraBrick met het biologische steekschuim door elkaar. Maar het is dus wel echt een heel ander product. Het is echt steekschuim. En dit is echt een ander steekproduct. Dit is wel, dit mag helemaal in de groenbak. Is helemaal afbreekbaar. Dus dat is wel het voordeel van de TerraBrick. Ik werk zelf heel graag gewoon met steekschuim. En of het nou biologisch is of gewone. Het TerraBrick is dus heel fijn om... Ja, is ook prima om mee te werken. Maar is wel iets prijziger in gebruik. Dus ja, dat wou ik even gezegd hebben. Gisteren heb ik trouwens nog heel veel dingen weer toegevoegd aan de webshop. Ik zei al dat ik het wou gaan doen. Nou, die staan dus ook online. Dus heel veel producten van bijvoorbeeld het langwerpige frame. Kan je nu ook gewoon los bestellen. Ik heb gipskruid in verschillende kleuren toegevoegd aan de webshop. Dus dat is ook fijn. Die kan je ook wel bestellen. Dus allemaal dingen weer gedaan. Goed, ik ga gauw de auto uitpakken. Zo, het is ondertussen eind van de dag en ik ga de pakketjes wegbrengen. Ik heb tussendoor ook een ronde Duitsland gedaan. Die gaan namelijk ook in Duitsland op de post. En nu ga ik gewoon een ronde Nederland doen. Dus die ga ik naar het Nederlandse postpunt brengen. Dus gauw die kant op. Hoi allemaal, ik ben weer aan het inpakken. Ja, het zal jullie niet verbazen, maar het is echt veel van mijn werk wat ik eigenlijk doe. Veel, veel inpakken. Naast natuurlijk de leuke video's maken, is het grootste deel van mijn werk inpakken. Dus ja, daar ben ik nu ook weer mee bezig, zoals je ziet. Ben ik nu weer met de toevan bezig. Maar het pakket van gisteren, wat gisteravond online is gekomen, is grote XXL frame. Ging echt zo snel. Ik was echt verbaasd hoe snel die was uitverkocht. Ik heb hem wel weer aangevuld. Dus ik heb gelijk nieuwe ondergronden besteld. En ook deze waxbolletjes zijn weer opnieuw besteld. Is ook echt leuk. Goedemorgen. Ik ben aangekomen bij de groothandel. Ik ga gewoon naar binnen, want ik heb veel bloemen nodig. Dus gauw die kant op. Goedemorgen, we zijn er weer. En we gaan inpakken. Ik ben al naar de groothandel geweest. De bloemen staan nog in de auto. De XXL frames zijn weer binnen, dat is heel fijn. Want die is zoveel nabesteld. En dat die nabestelling alweer is uitverkocht. Dus ik heb nog een bestelling geplaatst. Dus hij kan nog wel gewoon besteld worden. Ik ga het bloementaartje inpakken. En ik ga ook nog bezig met het geheime project waar ik mee bezig ben. Dat klinkt een beetje spannend. Is het voor mij ook wel, want tijdens mijn verlof, ik ben nou over de helft van mijn zwangerschap. Voor de mensen die niet wisten dat ik zwanger ben, ik ben over de helft van mijn zwangerschap. En tijdens mijn verlof wordt het gelanceerd. En dat klinkt misschien een beetje gek, want je zult juist denken van, goh, ja, dan heb je verlof. Maar ik wil tijdens mijn verlof en dat soort dingen ja, gewoon voor jullie online blijven. Dus daarvoor ben ik bezig met een heel leuk project. Wat dan gelanceerd wordt. Dus dat is natuurlijk super tof. Maar dat betekent wel dat ik er nu al mee bezig ben. Dus ja, ook daar ga ik mee aan de slag. Maar dat zien jullie dan te zijner tijd. Maar wel leuk om eventjes te delen dat er wel aankomt. Ik ga nu inpakken en aan de slag.
Het is ondertussen de volgende dag. Ik ben heel druk bezig geweest met het inpakken alvast van de industriële XXL frames. Maar ik ben net een pallet bezorgd. Twee zelfs, met heel veel mooie artikelen. Dus die ga ik uitpakken en controleren. Want hij was omgevallen tijdens tijdens het vervoeren. Dus dat is echt wel heel vervelend. Want ik moet dan echt elk ding helemaal controleren. Maar goed, dan kan ik ook gelijk genieten van al het moois wat erin zit. Dus dat ga ik nu gelijk even doen. Het is niet zo mooi weer, dus het waait heel hard. Dus ik ga gauw naar buiten en dan hoop ik dat het allemaal meevalt. Dus gauw uitpakken. Oké, allereerst heb ik echt heel leuke dingen. Ik heb richting paarse dingen besteld. Mag ik ondergronden voor DIY's. Deze hele toffe, stoere ondergrond. Komt binnenkort een DIY mee online. En deze zijn ook echt heel erg tof. Van PTMD. Ja, het is altijd hele mooie kwaliteit. Hele mooie eieren, hè? Echt heel tof. Wil ik ook wat meer gaan opnemen. Ik word hier zo blij van. Ja, het is hier een beetje een rommeltje. Want ik heb net allemaal nieuwe dozen binnen gekregen. Dus het staat allemaal een beetje door elkaar. En ik... moet niet zo. En maar dit is echt zo leuk. Want hier is zo vrolijk wel altijd om uit te pakken. Kijk hoe leuk. Dit is een setje. En hier wil ik eigenlijk nog een bloemstukje in gaan maken. Of een leuk dienblaadje of iets. Maar kijk hoe leuk voor paas. Het is toch geweldig. Je kan er eventueel ook een vaccine in doen. Zo zijn ze ook heel erg leuk. Deze komt echt al zeer binnenkort. Want die is echt super leuk voor Valentijnsdag. Heel erg tof. Met kaas. Ik heb er ook kaas erbij besteld. Dus die ga ik straks laten zien. Maar echt een heel mooi industrieel frame. Waar we een heel mooi bloemstuk op gaan maken. Zin in. Dit was vorig jaar een van de meest verkochte ondergronden. En ik heb hem kunnen krijgen. Heel erg tof. Een heel mooi houten plank. Er staan ook al video's mee online. Als je hem wil zien. Een romantisch bloemstuk op plank of zo heet hij. In ieder geval vorig jaar. Maar hier ga ik weer wat leuks mee maken. Ik heb hier ook leuke dingen weer bij besteld. Om weer richting de paas te maken. Dus toffe ondergrond weer. Dan heb ik deze leuke balletjes. Die komen nog in een DIY pakket. Heel erg leuk. Heb ik een leuk idee mee. En dan heb ik aan deze kant de kaarsen. In een set van 3. In een heel mooi neutraal kleurtje groen. Kijk, zo kun je het iets beter zien, denk ik. Heel mooi, van die swirl kaarsen. Oké, deze zijn echt fantastisch. Ik heb zo'n kip en een haan. En ik dacht, het is leuk op dat wisseldienblad. En dan zou je denken, oh leuk, een kip en een haan. Maar het is een kaars. Dus hoe tof. Net even iets anders. Ik zal straks de andere variant ook laten zien. Nou, dit is toch geweldig. Het is gewoon echt een kaars. Kijk, dat is een lont. Nou, dit is echt leuk. Super mooi. Kijk hoe geweldig. Ik vind het echt fantastisch. Dit is zelfs een kaars. Echt leuk. En dan hebben we ook deze kaarsjes. Hoe schattig. Echt heel mooi. Hoe maken ze het ook, hè? Zo. Echt prachtig. Die ga ik ook weer een DIY doen. Deze toffe spiegels van PTMD. Echt heel erg tof. Daar heb ik ook nog een ander soort van. Maar kijk hoe geweldig. Ik dacht, het is leuk met een drogend stukje om dan op te hangen. Deze super toffe, robuuste ondergrond. Echt heel mooi met het metaal aan je. Echt super tof. Dit toffe frame, wat ik in het begin niet zie, is trouwens van VT Wonen. Dat is echt leuk van het merk, hè? Ik had gisteren trouwens nog niet alles laten zien van nieuwe pallets. Dat komt nog. Maar het begon in één keer heel wat te regenen. Dus ik dacht, alles zo snel mogelijk naar binnen. Dan staat het in ieder geval veilig en droog. Dus maar wel heel veel leuke dingen laten zien. En zoals je ziet, is echt wel leuks. En er komt nog meer aan. Dus super tof. Zo, het is ondertussen de volgende dag. En ik ga op weg naar de groothandel. Want ik kreeg bericht dat mijn materialen voor het XXL frame eerder binnen zijn. Super fijn, want dat betekent dat ik vandaag al een heel groot deel op de post kan doen. En dat het nog een dag eerder in huis is. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Plus voor mijn planning is het ook fijn omdat er zoveel is besteld. Is dat toch een fijne bijkomstigheid. Goed, ik ga gauw die kant. Zo, ik ben terug van de groothandel. Ik heb bloemen binnen, bolletjes binnen, bolmos binnen, alles binnen waar ik nodig ben. Dus ik kan gaan inpakken. Oeh, ben buiten adem, het waait zo hard buiten. Ik waai er bijna weg.
Zo, de vele pakketten zijn ingepakt. Ik ga ze naar het postpunt brengen. Hè? Ik heb nog een aantal XXL frames op voorraad. Dus mocht je ze ook willen bestellen, dan kan dat. Dan heb je ze voor het weekend, als het goed is, nog in huis. Mocht er niet weer zo extreem weer besteld worden. Maar ja, ik heb er nog aardig wat. Dus ik ga deze vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Ik heb nog een leuk idee om één keer in de week een leuke shoplog te doen. Sales shoplogs met leuke aanbiedingen en weekaanbiedingen. Mocht je het leuk vinden, laat het hieronder even weten. Want het is altijd leuk om nou tot aan de Pasen en ook na de Pasen om er allemaal nieuwe leuke dingen toe te voegen aan de webshop. Dus als jij dat ook leuk vindt, laat het hieronder weten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien we de volgende keer weer. Doei!